Het bijzondere is dat op het moment dat jij je moeder goed boven je kan zetten in de fontein, dan krijg je het vermogen om je ten diepste met een ander te verbinden. Dus hoe jij in een relatie zit, wordt ook eigenlijk bepaald hoe jij je ten diepste met je moeder hebt verbonden. En het maakt niet uit wat je moeder wel of niet heeft gedaan, of ze leeft of niet, of iets dergelijks. Maar het gaat om jouw innerlijke houding. Ja. Want je ziet achter je partner, zie je eigenlijk altijd je moeder. Stel nu dat jij mijn partner bent. Ik ben getrouwd met Robert. En als ik naar Robert kijk, dan zie ik eigenlijk in Robert, of eigenlijk ja, achter hem, dat is makkelijker om voor te stellen. Mm-hmm. Daar staat mijn biologische moeder. Ja. Hoe ik met haar verbonden ben, bepaalt mijn maximale vermogen, hoe ik me met hem kan verbinden.